Pieter Cornelis Zoonhoofd is een van onze grootste schrijvers. En als je zo'n groot schrijver bent, dan verdien je het ook om een mooi uitgegeven te worden. En eens in de zoveel tijd komt iemand op het idee om één of meerdere werken van Hoofd in een mooie uitgave op de markt te brengen. Ik heb er hier eentje in een cassette. Lyrische poëzie van PC Hoofd. Prachtig uitgegeven, echt heel mooi. Ja, dat is echt wat... Wat een groot dichter ook moet krijgen. Met een deel tekst. En omdat het toch allemaal moeilijk is, want we hebben het over de 17e eeuw. Dat is allemaal niet niks. Het is toch een taalgebruik dat vrij ver van ons afstaat. Het is ook een cultuur die vrij ver van ons afstaat. Hoort daar natuurlijk ook een boekje bij met allerlei verklaringen erin. Zo hoort dat. Zo dienen boeken uitgegeven te worden. In een mooie cassette. Of, wat mij betreft, spotgoedkoop. Dat het voor €1,50 bij het benzinestation te koop is. Of, heel erg mooi. Dat is eigenlijk, of gratis op internet. Dat is ook heel erg belangrijk. Maar je wil soms ook gewoon lekker papier hebben. Spotgoedkoop in de pocket. Uitgave of in een hele mooie. En hier is een hele mooie uitgave. En ik wil daar het bundeltje Emblemata Amatoria uitlichten uit 1611. En dat is een... embleembundel. En dat betekent dat er ook nog iets te zien is. Want zo'n embleem, dat was een literair genre waarbij ook beeldende kunst aanwezig was. En het was een soort gezelschapsspel. Dus wat deden een schrijver en een beeldend kunstenaar? Die pakten een bepaald idee. Dat kan een spreuk zijn of een idee of een gedachte of iets. En de schrijver maakte er een gedicht bij en de kunstenaar, de beeldende kunstenaar, maakte er een prent bij. In hoeverre dat soort dingen ook met elkaar afspraken, dat weet ik niet. Maar het moet er een beetje van uitgaan. Het spelletje is dat ze dat, zeg maar, onafhankelijk van elkaar deden. En dan werd het uitgegeven als boek en dan werd het op tafel gelegd. En dan nodig je vrienden uit, of je vriendinnen uiteraard. En dan schonk je een mooi glas wijn. En dan ging je het daarover hebben, als een soort gezelschapsspel. Welke diepere betekenissen zitten hierin? Hè? Mensen hadden toch op dat gebied vrij weinig te doen. Internet lag er continu uit. Er was weer niks op tv. En de Sudoku was ook nog niet uitgevonden. Dus wat ga je dan doen? Ja, dan ga je toch iets anders doen. En je kunt dan bijvoorbeeld een balletje met elkaar overtrappen. Maar je kunt ook gaan kijken wat poëzie betekent. En zeker als daar dan ook nog afbeeldingen bij. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? En daar heeft Hoofd ook aan meegedaan met zijn Emblemata Amatoria, zijn liefdesemblemen. En dat is een mooie uitgave geworden. En hier zien we dus ook een aantal van die emblemen in deze prachtige uitgave. En hier, zij steekt omhoog het hoofd. O Venus, voedste vrouw, uw vlammen niet en dooft de grondeloze zee. Gij steekt omhoog het hoofd. Hoofd hier natuurlijk ook als een soort van ondertekening. En Hoofd is in Italië geweest, in Florence, en heeft daar zeer waarschijnlijk de geboorte van Venus van Botticelli gezien. En ik denk dat hij dus samen met de beeldend kunstenaar hier, dus die Venus heeft een beetje heeft nagebootst. En wat betekent dat nou eigenlijk? Hè? Zij steekt omhoog het hoofd. Ja, o Venus, voedste vrouw, uw vlammen niet en dooft de grondeloze zee. Gij steekt omhoog het hoofd. Ja, dat je er steeds maar weer bovenop moet komen. Dat kan. Of misschien dat die Venus er steeds weer bovenop komt. Dat als er liefdesverdriet is, dat die Venus toch steeds weer uiteindelijk komt. Venus steekt omhoog het hoofd. Dus hoezeer je misschien in de put zit, er zal altijd weer uiteindelijk liefde in je leven komen. Of misschien is dat een streven of iets dergelijks. En dat is precies waar men het over had. En dat is de functie van dit literaire genre, van die embleembundels. Dat je het er met elkaar over hebt en dat het dus multi-interpretabel is en dat het niet heel erg rechtlijnig is, dat is flauw, dat is niet zo interessant, want dan ben je het heel snel met elkaar eens. En ja, dat is niet zo leuk. Veel leuker is dat je het er met elkaar oneens over bent, dat je compromis moet sluiten of helemaal niet, of dat het op een gegeven moment is van, nou weet je, we gaan gewoon naar de volgende. Dat je mijn haat en dunkt mij niet, of... Dat is ook een hele leuke, het oude deuntje. Is dat ding over een eekhoorntje dat in een rat zit, zoals een hamster. Het oude deuntje. Altijd hoop, nemmer heil ben ik het ontvaan gewend.
En wat ik loop of jaag, mijn sloven heeft geen end. Het blijft maar doorgaan, zoals dat eekhoorntje in het rad zit. Hij komt niet vooruit. En zo gaat het met de liefde eigenlijk hier ook. Dus deze meneer en die mevrouw. Hij loopt daar maar achterna en hij blijft maar een beetje zeuren. Maar er komt geen einde aan. Of zou het misschien toch wel goed aflopen met ze? Wie zal het zeggen? We weten niet. Daar kunnen we het nog eens een keertje over hebben.